hebt inmiddels even kunnen nadenken. Heb je nu wel informatie? Nou, totaal niet. Hoe betaalt Bing jou? Kun je facturen laten zien? Nou, ik heb begrepen dat jullie zijn hele administratie mee hebben genomen, dus... Dus? Ik hoor het graag van jouzelf. Nee, ik ben zelfstandig. Dus ik declareer alles wat ik voor Box doe, maar ik heb hier helemaal niks te maken en Bing ook niet. Weet je dat zo zeker? Nou, Bing is een goede vriend van mij. Net als van jou, dacht ik. Ik doe gewoon mijn werk. Ja? Nou, dan begrijp ik niet waarom je denkt dat ik hierbij betrokken ben. Hoe staat het met jouw geldproblemen? Alle schulden afgelost? Zo goed als. En dat allemaal door die paar cliënten van je en wat klusjes voor Box. Ja, nou, ik verhuur ook kamers, zoals je weet. Zou je niet... Doet het er echt toe? Je hebt een strafblad. Schulden. Niet bepaald. Brandschoon dus. Gasten zoals jij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om het zichzelf zo aangenaam mogelijk te maken. Gasten zoals ik. Jij zegt... Bing is onschuldig. Ik zeg 1 plus 1 is 2. Ik vermoed dat dit jouw werk is en dat Bing de dupe is van jouw loese zaakjes. En ik moet toegeven dat je het heel subtiel aanpakt. Je werkt. Je rijdt geen dikke bak. En naar je kleding is het geld ook niet gegaan. Ik wil dat je nu collega bijhaalt. Jou heb ik niks meer te vertellen. Dat je de pik op me hebt, dat slaat helemaal nergens op. Je zult toch echt mij moeten doen? Wat doet hij hier? Wij houden alle opties open. Ik heb hier geen toestemming voor gegeven.